Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Henk Temming, componist en zanger van Het Goede Doel. Goedenavond, dames en heren. Dit is weer een uitzending van Business Club Radio. En vanavond hebben we een speciale gast. Het is geen ondernemer uit de regio, maar het is een ondernemer uit Amsterdam. Want een componist kun je en zanger kun je ook wel degelijk een ondernemer noemen. En daar gaan we het vanavond over hebben. Henk, goedenavond. Goedenavond. Kun jij je eens voorstellen? Want, wie ben jij eigenlijk? Ik ben Henk Temming. ik ben componist, tekstschrijver, producer, zanger, muzikant. En ja, ik ben eigenlijk al mijn hele werkzame leven bezig als muzikant. En ik word geacht heel veel van muziek te weten. Dus ik vraag me af, waarom begin jij je programma met de muziek van The Saint? Ja, ik vind het een hele leuke intro. Ja, nee, maar het heeft niks met het heeft niks met jou te maken. Nee, en het heeft ook niks met jouw status hier te maken. Nee, we gaan het niet over mij hebben. Okay, we gaan het vandaag over jou hebben. Nee, maar dat vroeg ik me even af. Ik dacht, hé. Ja. Nee, ik vind het een mooie tune. En kijk, ik ken natuurlijk wel de oude Roger Moore. Maar, ja. De oude. Maar heb jij je muziekschool gedaan of hoe ben je de muziek ingerold? Nee, ik heb als kind heb ik een korte tijd les gehad op de accordeon. Toen was ik een jaar of 6, 7. En dat was een heel zwaar instrument. Dat vond ik ook... Ja, dat was niet echt, dat was niet mijn ding. Later heb ik pianoles gehad een jaar. En dat was van een leraar die vooral heel leuk vond om met mij over muziek te praten. En ik was een leerling die het ook veel leuker vond om over muziek te praten dan om muziek te spelen. Dus wij konden elkaar wel goed vinden erin. Maar mijn ouders, want ik kreeg gewoon thuisles. Die hebben op een gegeven ogenblik gezegd, nou... Praten kan je met iedereen. Dus toen ben ik daarmee opgehouden. En ik heb mijzelf enigszins piano spelen geleerd. En ik heb ook nog een blauwe maandag gitaarles gehad. Op mijn 15e, 16e. Maar dat was alweer veel te laat. Dan moet je veel jonger. En het gevoel van piano spelen, dat zit er gewoon dus eigenlijk wel van jongs af aan in? Of nou, eigenlijk moest het erin geslagen worden? Nee. Ik ben wel heel muzikaal. Maar ik kan helemaal niet spelen. En dat zal ik ook nooit leren. Omdat ik... ik zit motorisch gewoon niet zo goed in elkaar. Dus alles wat ik in mijn hoofd heb, dat krijg ik nooit in mijn handen. Dus ook nooit op het instrument. Dus ik ben heel blij dat er muziek kan worden gemaakt via computers en dergelijke. Ja, maar dan gaat dat toch wel de invoer via een toetsenbord? Alles gaat met de handen erin, ja. En dat gaat niet vanzelf natuurlijk. Dus ik speel het wel allemaal in, maar vaak een tempootje langzamer. Uiteindelijk wordt het precies zoals ik het wil. Ik heb, zoals jij weet, heb ik dat hele album eigenlijk in mijn eentje opgenomen. Album Overwerk. En dat is eigenlijk de manier waarop ik altijd gewerkt heb. Dus ook met het goede doel. Dus eerst alles zelf spelen en later door andere muzikanten het eventueel over laten nemen en invullen. Hoeveel tijd in de week besteed jij aan zeg maar, het componeren en dingetjes uitproberen? Heel weinig. Heel weinig. Ik ga pas iets doen als ik het noodzakelijk acht. En verder ben ik meer consument dan producent. Dus ik... Daar steek je ook wat van op natuurlijk. Ik zeg altijd, als er niks inkomt, dan kan er ook nooit iets uitkomen. Dus dat is We gaan eieren eten. We gaan eens luisteren naar jouw muzieksmaak vanavond. En het begint al gelijk met een wat actueler nummer. Hier is Sia met Chandelier.